In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God, amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Heilig van de Week. Vandaag gaan we het hebben over de uittocht van Israëlieten uit Egypte door de Rode Zee. Het verhaal van Mozes. Mozes groeide op in een hele moeilijke tijd. Een tijd waar de mensen van Israël als slaven moesten werken in het land Egypte. Het volk van Israël werd onderdrukt door de farao, omdat de farao zich zorgen maakte over de groei van het aantal Israëlieten in het land Egypte. Hij was bang dat als er oorlog zou uitbreken, de Israëlieten zich zullen aansluiten bij de vijand en zo zullen vechten tegen Egypte. Om dit te voorkomen liet de farao de Israëlieten heel zwaar werk doen. Hij gebruikte ze als slaven, ze moesten dwangarbeid verrichten en ook werden de Israëlieten mishandeld. Nou, God koos Mozes uit om de Israëlieten van de farao te redden. De farao weigerde in eerste instantie om de Israëlieten te laten gaan. En door de koppigheid van de farao kwamen er 10 plagen in Egypte. Pas na de 10e plaag liet de farao de Israëlieten gaan. Toen Mozes en het Israëlitische volk vertrokken waren, kreeg de farao spijt. Hij bedacht zich. Hij riep toen zijn hele leger bij elkaar en gaf ze het bevel om achter het Israëlitische volk aan te gaan. Nou, op een gegeven moment kwam het Israëlitische volk en Mozes bij de Rode Zee aan. En zij zagen dat zij achtervolgd werden door het leger van de farao. Ze konden geen kamp meer op. Aan de ene kant hadden ze de Rode Zee wat ze niet konden passeren en aan de andere kant hadden ze het leger van de farao. De Israëlieten werden natuurlijk heel bang. Ze konden geen kamp meer op. Maar Mozes had vertrouwen in God. Hij zei, niet bang zijn, God zal ons helpen. En God gaf Mozes het bevel om met zijn staf te zwaaien over de Rode Zee. En toen Mozes dit deed, splitste de Rode Zee in tweeën, waardoor het Israëlitische volk op droge grond door de Rode Zee heen kon passeren. Ondertussen werd het volk van Israël achtervolgd door het leger van de farao. Toen het Israëlitische volk de Rode Zee passeerde, ging Mozes weer met zijn staf over de Rode Zee zwaaien en zo keerde de Rode Zee terug naar haar normale hoogte en bedekte zo het hele leger van de farao. Geen één van de Egyptenaren had dit toen overleefd. Toen Mozes en het Israëlitische volk de Rode Zee passeerden, zongen zij een lofprijzing voor God. Zij zongen, ik zal zingen voor de Heere, want Hij is hoog verheven. En deze lofprijzing kunnen we lezen in Exodus hoofdstuk 15. En deze lofprijzing is de lofprijzing die wij vandaag de dag nog elke dag bidden tijdens de middernachtesbega. Deze lofprijzing noemen wij de eerste hoos. Wat we van dit verhaal kunnen leren is hoe zoals God de Israëlieten uit de handen van de farao heeft gered, zo kan God ons ook redden van de zonde. En daar moeten wij God dagelijks dankbaar voor zijn. We hopen jullie bij de volgende aflevering er weer te zien. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen.